en wijles aan het geven. En oma? Oma, hoe lang is dat al? Twee jaartjes. Twee jaartjes? Ja. En? Het is wel leuk. Mina de Nurste is weer Rosa van de Nieuwe Hof die haar gewone werkzaamheden weer heeft opgepakt. Ze kijkt tevreden terug op carnaval 2024, waarin zij een bijzondere rol vervulde als eerste prinses van Lampengat. Jullie zien het trouwens goed, ik ben een vrouw. De eerste stadsprinses. Het is niet alleen bier drinken en hossen, aan de functie zitten wel degelijk verantwoordelijkheden en verplichtingen vast. Het teken van de macht, de schepter. Als prinses neem je 4 dagen het stadsbestuur over van de burgemeester en laat je overal je gezicht zien. Ik heb op heel veel verschillende plekken mogen komen. Dat is wel echt heel bijzonder. We zijn begonnen bij de kinderafdeling van het Maxima Medisch Centrum. Toen oma's school, nog een andere school, verschillende verzorgingstehuizen. Daar was je er trots op dat zij jouw bijles leren geven? Ja, maar ik was wel een beetje verlegen. Kijk, dan moet je eerst 5-6 afschrijven. Maar je komt echt even in hoe andere mensen dat vieren. En zeker bij de plekken waar mensen echt zitten te wachten totdat je komt. Is het heel bijzonder dat je daar even die oogjes kan laten twinkelen. Volgens Rosa was het de hoogste tijd voor een beetje emancipatie binnen de Eindhovense Carnavalsfederatie. Ik denk dat ze nu steeds meer realiseren dat carnaval een feest van ons allemaal is. En dat het dan ook belangrijk is dat iedereen stadsprins of prinses zou moeten kunnen worden. Haar liefde voor carnaval is er alleen maar groter op geworden. Dat feestje eens per jaar, dat al die mensen weer samenbrengt. Dat weer even dat stukje verbroedering met zich meebrengt. Dat even de sleur van het dagelijks leven doorbreekt. En even de lol op nummer 1 zetten. Helaas voor Omar is dat maar 1 keer per jaar. Mina de Nurste is nu gewoon weer Rosa van de Nieuwe Hof. Die sommen ook heel belangrijk vindt.